Thijs heeft in zijn aangescherpte strategie de reiziger op 1, 2 en 3 gezet. Dat is belangrijk omdat dat het signaal is voor onze mensen om in al hun denken en handelen echt vanuit die reiziger te redeneren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hoe wij kijken naar punctualiteit. De gemiddelde punctualiteit van NS is prima. Die is 93% om en nabij. Maar als je het op lijnniveau gaat kijken, zie je dat er een aantal lijnen zijn die daar echt onder blijven zitten. En de reizigers die op die lijnen reizen, merken dus niks van die gemiddeld goede punctualiteit. Dus daar moet je je effort op zetten om dat te verbeteren. Soms kan dat makkelijker, want dan kun je zelf een aantal zaken doen. Soms gaat dat ingewikkelder, want dan heb je bijvoorbeeld infrastructuur nodig. Maar dan kun je het daar ook over hebben en kun je daar ook de verwachtingen op managen. Dat is eigenlijk maar één aspect van die reizigers op 1, 2 en 3. En daar merk je als reiziger, ga je daar dus wat van merken. Het andere aspect is het van deur tot deur. Dus een reiziger reist niet met de trein, maar reist van deur tot deur. Dus hoe kun je daar de samenwerking verbeteren met andere vervoerders? Erg belangrijk. Hoe kun je voorzieningen op stations verbeteren? Ook erg belangrijk. Dat zijn eigenlijk de belangrijke aspecten die reizigers gaan merken. Omdat wij in onze strategie de reiziger op 1, 2 en 3 hebben gezet. Dus een van de initiatieven die NS heeft, is hoogfrequent spoor. En dan gaat het om de frequenties verhogen van nu 4 keer op de drukke corridors naar 6 keer. Het zogenaamde spoorboekloos reizen. De eerste corridor die daarvoor in aanmerking komt is de A2-corridor, de corridor tussen Eindhoven en Amsterdam. En wij verwachten dat we met de dienstregeling 2017, dat we dit spoorboekloos reizen kunnen aanbieden aan onze reizigers. En dat betekent dat reizigers niet meer in het, daarom heet het ook spoorboekloos reizen, niet meer in het spoorboekje hoeven te kijken, of op de reisplanner hoeven te kijken, maar dat ze gewoon naar het station gaan en dan zien, net als bij metro's in grote steden, dat er gewoon weer een trein aankomt, of dat nou een intercity of een sprinter is. Nou, vanaf de dienstregeling 2017 hopen we dat te kunnen aanbieden, even afhankelijk van een aantal maatregelen die nog genomen moeten worden de komende jaren. Als je kijkt naar hoe reizigers reizen, maakt het ze eigenlijk niet zoveel uit met welke vervoerders ze nou precies reizen. NS rijdt op de hoofdrailnetconcessie, regionale vervoerders rijden op regionale concessies, maar die reiziger heeft daar eigenlijk geen boodschap aan. Dus als een reiziger van A naar B wil, een groep reizigers gaat het dan om, en dat gaat over die concessiegrens heen, zullen we met elkaar heel goed moeten kijken hoe we dat gaan uitvoeren, zodanig dat je die reiziger niet onnodig laat overstappen. Nou, dat is een van de dingen die wij met de collega's willen gaan oppakken. En dat kan ertoe leiden dat we over en weer stukjes op elkaars concessie gaan rijden.